fontein. Een fontein. Ja. En dan niet zo'n lullige waar kinderen overheen kunnen springen. Ik wil een mooie, klassieke. Kindvrij. Ja, met precies. Die kinderen. Die... Nee, ik wil gewoon een mooie fontein. Met het project Ruimte voor Jou is de gemeente Groningen de binnenstad aan het herinrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekende plekken als de Grote Markt en de Oosterstraat. Bij de Oosterstraat willen ze met name de bus eruit hebben en de Grote Markt willen ze groener hebben. We hebben de sfeerimpressies geprint en die gaan we vandaag aan de mensen voorleggen. En ik ben heel benieuwd wat ze hiervan vinden. Dit is een impressie van hoe ze de Grote Markt willen hebben over een aantal jaar. Wat vindt u daarvan? Mooi. Wat vindt u mooi dan? Nou ja, met name die bomen vallen op, maar dat duurt wel 10 jaar voordat die zo groot zijn, denk ik. En de fontein, wat vindt u daarvan? Is dat een fontein? Hoeft voor mij niet. Nee? Nee, plekjes om te zitten, daar zou ik wel blij mee zijn. Okay. Nou, lijkt me een goed idee. Waarom? Nou, dan heb je niet steeds de bus die achter je aanrijdt, dan heb je gewoon alleen wandelaars en fietsers. Dan heb je ook geen taxis en andere busjes die je ergeren of er langs willen of... Ik denk dat het goed is als die een beetje om de stad heen gaan, bij de grachten langs. Allemaal winkelende mensen en voetgangers, dat vind ik heel goed. Al het verkeer moet hier weg. Ja. Het moet gewoon allemaal voetgangersgebied worden. Ze doen het natuurlijk overal in de binnenstad, hè? De promenades maken. Dus het verkeer wordt geweerd uit de binnenstad, want daar komt het op neer. Ja. En ik vind dat heel goeie, heel goed. Maar er moet geen tram komen in de stad. Dat vind ik geen goed idee. Nee, trams hebben ze ooit gehad in Groningen, dat moet je ze niet meer doen. Dit ziet er goed uit. Ja. Maar ik zou liever hebben dat er een tram doorkwam. Wel? Ja, tuurlijk. En waarom vindt u een tram dan een goed idee? Nou, dat lijkt me heel praktisch voor de verbindingen van A tot B. En bovendien heeft het zijn charme in een stad. Ja. Vind je niet? En heeft u zelf nog ideeën? Als u het zo ziet, mist er dan nog iets? Ja, een kiosk voor espresso. Ik zal nog een paar leuke kleine terrasjes, gewoon koffieterrasjes hoor, kleintjes. Geen massa, waar je even gewoon 4-6 stoelen hebt. Dat is toch wel leuk. Hier moet gewoon een rij bomen komen te staan. Ja. Bomen. Want ik mis groen in de stad. Ja. Groen. Wat groener, het mag wel wat groener zijn. Ik vind het wel heel erg dan allemaal tegels of bakstenen, het mag wel wat meer groener. Bomen of bankjes met wat groen of... Misschien groener, maar verder goed. Ja, groen en verder goed. Ja. Okay. Nou, we hebben gehoord dat groen als in bomen en sfeer als in kleur, dat zijn eigenlijk twee dingen die iedereen wel waardeert. Als dat op het Grote Markt en de Oosterstraat ook terugkomt. Maar wil je nou echt inspraak hebben, dan kan dat voor 19 april. Als je naar de website gaat die wij hier onder deze post of in de video laten zien. Dus ik zeg doen en dan kan jij gewoon eigenlijk nog een beetje meebepalen hoe Groningen eruit komt te zien.